Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video, jongens. Het is nu september. Goos, we staan bij een kerkhof. We zijn in Baarle. We gaan zo meteen even naar de pyro shop om het nieuwe vuurwerk daar op te halen. Gelijk ook voor jullie af te steken. Wat is het budget, denk je, Des? Een eurotje of 100? Ja, joh. Of zoiets. Gaan we gewoon even wat vuurwerk inslaan. Gelijk naar locatie rijden om het voor jullie af te steken. Ik krijg namelijk ook heel vaak de vraag van jullie van hey, wat kan je nu kopen in Baarle? Hoe zit het met knalvuurwerk? Nou ja, P1 is natuurlijk een lastig verhaal. Maar we hebben wel leuke knallers op het oog om die even te halen en voor jullie te testen. Zo hebben ze bij de Pyro Shop ook die nieuwe shocks, had ik gezien. Ja. En dat zijn dan geen shocks in de vorm van, hoe wij ze kennen, single shot, maar een soort van fonteinen. Die gaan we ook halen. Gewoon al het nieuwe willen we voor jullie testen. Ja, jullie zien het, jongens. De eerste winkel die we gaan uitpluizen is de Pyro Shop. We gaan even de winkel bekijken. Vorig jaar in december was het natuurlijk gigantisch druk. De rijen stonden tot aan hier. Jij nog een mooie video van de winkel. Anders op specifiek op zoek naar mooie knallers en zo. Hier hebben we al de dumbbell. We gaan zo meteen ook even stoken, zoals beloofd. Wat nieuwe dingetjes uittesten die ze hier hebben. Kijken of ze dat hebben. Ik zag al net wat leuke screen dingen. Ja, zeker. Deze kaarsen en zo, leuk. Dumping tunnel nitraat. Is een nieuw jasje. Duurder, alleen zijn dat dus wel de hardste dingen die je hier nu nog kan krijgen. Mooie vlindertjes, supero's. Die van vroeger waren ziek, hè? Ja, super vet. Ze hebben het nu ook, hè? Hele goede tijden, man. Die vlinders, de super vet. JCWT. We kregen ook al door, jongens, dat het nu in Baarle, medio september, al mega druk is. Waarschijnlijk omdat mensen al inspelen op een eventueel verbod in Nederland. En zijn ze dus allemaal heel slim bezig door nu al deze kant op te gaan. Deze ook te koop? Ja, dit is P1. Knetterstaafjes. Mooi touwtje eraan. Ja, veel blokjes, hè? Gaan we zo meteen ook even naar de knallers hier. Daar komen we ook. Die vraag is zoveel gesteld door jullie. Wat voor knallers heb je nu in België? Nou, je ziet het. Die multisaluut. Dat is buskruid volgens mij, toch? Dus, ja, zeker. Dat is buskruid, alleen ja, het ziet er natuurlijk heftig uit. Als je daarmee gepakt wordt in Nederland bijvoorbeeld. Ze mogen nu ook niet meer, hoor. Maar, grotere straf dan met de cola. Dan denk je dat je het ziekste van het ziekste in je handen hebt. Nou, hier dezelfde knallers die we daar net ook lieten zien. Dieptebommetjes. Hebben we ook al eerder in een video laten zien. Zo, dat is staafgek. En die RTC. Dat zijn die dubbele shockies. Die RTC staat hier ook, dacht ik. Ja. Die zijn ook voor de Nederlandse markt, volgens mij. Waar staat RTC voor? We hebben Rotterdam Terrocop. Oh ja, en dubbele. Heel veel. Op, en ook scrim, hè? Scrimkaarsen. Ook mooi. Die gillen. Die gillen, inderdaad. Mooie naam. Single shots. Ook leuk. Oh ja, die kaarsen zijn ook... zijn allemaal Poolse kwaliteit kaarsen, dus Dumbum speelt nog meer. Al met al, jongens, ze hebben hier dus veel voorraad nu in september. Nou, jongens, we zijn op locatie aangekomen. We hebben twee volle tassen. Ja. Eerst maar even beginnen. Oh ja. Hier, kijk dan. Zie ik. Romeinse kaarsen hebben we. 10 rang. Van Klaasek. 10 shots, denk ik. Die zijn ook nieuw, werd ons verteld. Ja. Altijd leuk om even te testen. Oh, zo. Hebben we deze ook nog. Van, waar is het van? Geen idee. Klaasek ook. Oh ja, Klaasek, klopt. Dan hebben we, even kijken, pijltjes. Oh, die zijn wel leuk, denk ik. Screenpijltjes. Oh ja, screenpijlen, man. Pijltjes. Zonder knal, denk ik. Pijlen denk zijn ik. Het niet, maar... Eigenlijk heel veel van Klaasek. Hier nog een potje. Zo. Poker. Zie ik dit. Mooi design, man. Hey. Wat heb je nog meer? Een tank zie ik erbij. Nou, die gaat hier rijden, denk ik. Nee joh, niet hier. We hebben een tankie. F1 van Klaasek of niet? Nee, F2 denk ik, hè? Ja, F2. Ja, F2 klopt. Kijken. Ja, wel grappig, hier, man. Hey, kijk. Deze. Oh ja, die shockies. Het lijkt er dus op alsof het single shots zijn. Weet je waar het er heel erg op lijkt? Nou? Het lijkt heel erg op die F2 knetterballen. Die uit de fontein hangen. Ja, man. Klopt. En dan hebben we nog deze, die voor jij vet. Oh ja, limited editions. Gewoon even eentje uitpakken. Ik ben benieuwd maar naar deze. Ook groot, ja. Oh. Klaasek. Ja, dat is mooi design, man, dit. Zeker. Echt... We hebben nog meer. Het houdt niet op. We hebben deze. Knalletjes. Scream Mini. Oh ja, Scream Mini. Een soort van die Funko luchthuilers. Ach, goed. Nog. Deze. Die is ook nieuw. Crackling. Eigenlijk heel veel fonteinen. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Maar dit is allemaal... Oh ja, en een Whistling battery. Batterijtje, ja. En dan denk je, is dit het? Nee, dat is het niet.
Want er nog meer. Een soort van die rarebells. Hier, pirates. Pak je pirate met lont, hè? Met lont, ja. Even kijken. Ik kan hem wel even openen. Zo, hey. Oh, in een zakje. Dat is wel leuk gepakt, man. Zeg je eerlijk. Zeker. Check. In plaats van dat kruid en zo. Het is toch wel wennen, hè? Ja, echt, hè? Zonder strijk koffie. UFO'tjes. Area 51 hier zo. Echt, hè? Deze, de welbekende. Die hadden we vorig jaar ook getest. Die waren goed. Die waren heel goed. Ja, die gilden goed. Nog meer UFO's. Nog meer UFO's. Dumb Pirates. Oh ja. Dat is dan wel... Die zijn losverpakt. En die zijn dan wel met streek op, denk ik. Oh nee, ook niet. Nou ja, ik denk dat het gewoon het is omlabeling. Ja. Ander kleurtje, ander stukje verf. Kalasjnikovs. Gevaarlijk. Nog een keer. Nog meer. Lintjes. Nog meer Kalasjnikovs. Nog meer. Kalasjnikovs. Oh, dit zijn crackling. Crackling. Knetterende AK-47'tjes. Ja, dat zie je. Op deze locatie gaan we zo meteen alles afsteken, jongen. Althans, niet alles. We waren wel wat. Wespies. Knetterende wespies. Of schreeuwende wespies. Mooi, man. Leuk. Nou, waar gaan we mee beginnen, is de vraag. Nou, daar hebben we de Dumbum. Pirates. Gaan we daar even mee beginnen. En de normale, met lontje. Ik ben gewend dat ze met streekkop waren, maar... Ik denk dat ze allebei gewoon hetzelfde gaan, man. Wauw. Lijkt net een geweer, gek. Jawel, hè? Ging harder, deze. Klopt. Ja, op zich wel goeie, man. Ja, die Dumbum gaan harder, man. Zeker. Klopt, je hoorde wel een verschil daar, ja. Even een heksenkringetje in de zon. Wat meer doen? Lang geleden dat we dit voor het laatst gedaan hebben. Met knettertjes erbij. Hoppa. Ja, toch lauw, jongens. Een ouderwets heksenkringetje dus. We beginnen met de gouden limited edition. Weet je wat hier staat? Nou? Klaasek. Klaasek? Fantastisch. Deze schijnen ook goed te knetteren. Beter als ik op de palet. Jammer dat het geen kat 1 is, want deze zijn best wel heftig. Ik dacht, het is knettergoos. Ik dacht het ook. Ik dacht echt dat het een fontein was, gek. Ik ook, gek. Maar mooie kleurtjes, man. Gast. Ja, die waren echt heel ziek. Kom. Nu hebben we dus... Crackling shock. We hebben nu dus wel de crackling shocks. Nu wel de shocks, jongens. Die lijken op Tunnekings. Let maar op. Gast. Ziek, hoor. Hoe dan? Maar weet je wat het lauwste is? Deze waren harder dan die hekskring. Dan hebben we deze Romeinse kaars, die nieuw was, is... Als die omvalt, ben ik de Sjaak. Oh. Ja, oud vertrouwd. Maar je ziet wel dat deze kwaliteit wat harder dan schiet of zo. Ze schieten goed weg, hoor, dat is kakuit. Nee, deze lijken wel op die van ons, man. Ja. Klopt. Zo. Lekker het zonnetje. Echt, hè? Volgens mij zie je geen kloten. Ik met het oog wel. Dus mensen, als jullie een kleur zien, laat het achter in de reacties. Ik ben benieuwd of jullie het op beeld ook kunnen zien. Wat we ook hebben, de Medusa's. Ja. En de albatros. Dat waren echte aanraders, werd ons verteld, bij de Piro Shop.
Gaan we ze gelijk even vergelijken, ja. Grote bijen zijn dat, hè? Echt grote bijen. Ze zijn een beetje hetzelfde formaat, lijkt me. Ja, ja. Dat zijn ze ook. Let's test. Allebei tegelijk. Moet niet naar mij schieten, gek. Zo ziek. Hey, dat is ziek, gek. Die waren echt lauw, man. Ja, deze waren echt heel lijp. Ik kan nagaan hoe ze er in het donker uitzien. Kijken of ik ze alle drie tegelijk aan kan steken. Ja, maar ze gingen allebei even hoog ongeveer, hè? Ja, in het begin wel. Nop, wel twee. Dat is prima. Zo mooi, man. Dat vind ik echt heel gruwelijk, man, deze. Zieke dingen zijn dit. Dan hebben we ook nog de scream UFO's. Nou, die moeten gillen dan, toch? Lijkt mij wel. Gaan we die ook maar even testen. En niet te veel bij elkaar leggen. Want die andere schoot net die andere weg. Scream UFO. Boom. Wel lauw, man. Als je deze had vroeger, toen het nog overdag mocht, jongen. Scream UFO. Het is gewoon puur een geeltje. Ziek. Ik leg ze hier neer, dan kan je zo filmen. Ja? Ja. Wat hebben we hier dan? Kalashnikovs. Kalashnikovs, crackling. Minuutje. Ja, ik ruik gelijk naar vuurwerk hier. Oh ja, matjes. Zo. Hé, hey, ziek hoor. Kleine matjes. Ook even testen. Ik weet niet of dit wat voorstelt, maar... We doen het gewoon achter elkaar in één keer, boom. Ja, man. Kleine matjes. Ik ben benieuwd. Kalashnikovs. AK-47 is. Dat is afgegaan. Nee, hè? Jawel, man. Zeker? Maar wel lauw dat uit zulke kleine dingetjes zo hard geluid komt. Roodlopertje. Eentje is niet afgegaan, man. Nee, die is niet aan, goos. Roodlopertje. Scream mini rockets. Kaken, man. Waar je die kan zetten, weet ik echt. Zo, hoor je dat? Ik ben onweer gek. Zo, dat is lauw. Hoppa. Geel raketjes. Geel raketjes, ja. Hoorde? Ik vind die producten lauw, man. Gewoon enkel, simpel en geel. Eigenlijk mis je dan nog een harde salute erachter, maar... Gewoon editen. Nou, die kunnen we erin editen voor jullie. Zo. Huh? Zo, kijk die stok vliegen dan. Dat is de goeie. Ja, dat is de goeie. Die vorige ging niet goed, man. Alles tegelijk even. Ik ben benieuwd. Volgens mij gaan er maar twee af. Ja, allemaal naar mij toe. De laatste. En die schiet. Mooi die kleurtjes. Dan hebben we ook nog deze. De wespies. Gillende wespjes. Niet zoemend, maar gillen. Kijk wat eentje doet. Wat denk jij? Ik weet niet, man. Hé, hey, lauw hoor. Weet je wat nou lauw is? Als ze op het einde knallen. Dat zou echt heel lauw zijn. Ja, dat zou nog lauw zijn, maar ja,
In zo'n klein productje kan je dat niet verwerken, man. Nou, deze waren ook nieuw. De cracklins, hoe heette ze? Crackling. Ja, steek me aan. Ik ben wel benieuwd naar deze, man. Deze... Ja, ik denk dat die crackling. Deze waren volgens mij echt heel goed. Ik denk dat die cracklers. Je hebt veel kracht eruit, hoor. Zo. Hard, man. Kat 1, toch? Ja. Yes, jongens. Jullie hebben het kunnen zien. We hebben leuke dingen kunnen stoken. Maar die limited editions, zo, die waren echt het beste. We dachten serieus eerst dat dat fonteinen waren. En ja, het effect dat daar vandaan kwam, dat, dan hebben ze ook wel het recht om limited genoemd te worden. Ze kwamen een beetje in de buurt van die kometenbombenachtig, man, bijna. Ja, waren wel, ja, althans, die zijn wel echt wat zwaarder qua knal. Maar voor F2? Zeker. Nou, ze waren echt goed. Leuke dingetjes kunnen afsteken van de Pyro Shop. Dus ik wil even een dikke SO doen naar de Pyro Shop om jullie te kunnen laten zien wat voor nieuwe producten ze hebben of dingen waarvan hun zeggen dit zijn echt aanraders. Niet echt hebben we met knallers gewerkt of harde knallers, maar die video komt volgende week. Ja, en die Albatros, hè? Ja, die waren echt goed. Voor nu bedank ik jullie voor het kijken. Vergeet niet te reageren, vergeet niet te abonneren. Ik wil jullie allemaal even een dikke shout-out doen, want vorige week waren we in Duitsland. Support is mega hoog. Jullie zijn gewoon allemaal bazen. Thanks voor het kijken en er komt nog veel meer leuks aan.